goed, jongens en meiden. Ik heb de einduitslag binnen van jullie eindtoets. En die ga ik zo meteen aan jullie uitdelen. De kinderen hier weten allemaal al welk niveau ze hebben behaald bij de toets. Maar hoe ze al die opdrachten gemaakt hebben, dat is nog een verrassing. Daar is die dan. Ja. Hoe voelt dat? Wel een beetje spannend, want ik weet natuurlijk niet welke ik goed heb gemaakt en welke ik slecht heb gemaakt. Ik denk dat ik wel goed heb gemaakt. Ben je nieuwsgierig? Ja. Ik ook wel eigenlijk. En daar gaat hij. De uitslag van de toets is het allerlaatste dat deze kinderen nodig hebben om naar de middelbare school te gaan. Maar stel dat jij volgend jaar in groep 8 zit, dan gaat het anders worden. Wet op. Kijk, het is nu zo geregeld. Je krijgt eerst van je meester of juf je schooladvies. Daarna maak je een keuze voor je favoriete middelbare school. En dan pas doe je je eindtoets. Maar stel nou dat je die eindtoets goed maakt en je kan bijvoorbeeld van de VMBO TL naar de HAVO, dan moet je dus opnieuw een middelbare school kiezen. Maar ja, die middelbare scholen zitten dan al helemaal vol en dan is het dus extra moeilijk om naar de plek te gaan die jij graag wilt. Dat moet anders, vinden ze. Daarom verandert het vanaf volgend jaar. Dan krijg je eerst je schooladvies, dan maak je geen eindtoets, die naam verandert. Dan maak je een doorstroomtoets en daarna maak je pas de keuze voor je middelbare school. Zodat iedereen evenveel kans heeft om naar zijn favoriete middelbare te gaan. Iedereen kiest dan dus tegelijkertijd een middelbare school. Een stuk eerlijker, helemaal op plekken waar veel kinderen naar dezelfde school willen. Daar maken ze dan evenveel kans. Ja, dat maakt in deze omgeving misschien niet zo heel erg veel uit. Maar op plekken als bijvoorbeeld in Amsterdam, waar het veel drukker is, zal dat wel verschil maken. Want dat zorgt ervoor dat ieder kind zich kan inschrijven op de school waar hij zich het prettigst bij voelt. Voor de kinderen hier is dat al zo en dat is maar goed ook, want... Ik had eerst KBL en nu heb ik TL. Dus nu mag ik wel naar de school waar ik heel graag heen wou, samen met mijn vrienden. En daar ben ik wel heel erg blij om. En zo is iedereen hier dik tevreden met de uitslag. Dat is wel net iets naar beneden gegaan. Maar ja, dat vond ik niet zo erg. Ik kon nog maar 2 puntjes, dus had ik iets hoog gaan. Maar ik vind KBL wel goed. Ik heb het gevoel dat ik zelf wel gewoon mijn best heb gedaan. En dan kunnen ze nu eindelijk dat blokken en dat leren vergeten. En is het tijd voor leuke dingen. Stap maar bij ons, ik kom erbij. Deze rit die krijg je van mij. Gratis, dus gelukkig niet duur. Samen.